Actie dus. Hoewel alle ingrediënten aanwezig zijn voor een feestje, is het bittere ernst. Schoonmakers zijn het zat om behandeld te worden als derde rangs werknemers. Omdat de cao-onderhandelingen eind vorig jaar vastliepen, belooft FNV-bondgenoten te demonstreren tot de werkgevers in de sector iets meegeven. Maar ze moeten keihard werken. Bijvoorbeeld zo'n ING-bank die zegt dan gewoon ik wil 10% korting. En dan moeten de mensen gewoon een kortere tijd harder werken. En die leven al van ons geld. De spoorwegen idem. Die willen ook elke keer korting hebben waardoor mensen steeds harder moeten werken. En nou maken de werkgevers het nog bonter door te zeggen dat er geen geld is voor een salarisverhoging. En daar hebben ze er schoon genoeg van. 3% loonsverhoging en een reiskostenvergoeding. Dat is wat de schoonmakers eisen. De demonstranten maken na het verzamelen een ronde langs enkele grote bedrijvenpanden waar ze normaal gesproken de boel schoonhouden. En het enige wat ze willen is dat ze serieus worden genomen en een beetje respect krijgen. Als je bijvoorbeeld ga je ziek melden, dan meteen de volgende, dezelfde dag komt iemand naar jou toe, dan moet je vandaag beginnen met werk. Wat voor respect is die? We worden niet eens aangekeken, net alsof we slaven zijn. We zijn geen slaven, we zijn schoonmaaksters. Ja, nou ja, als je geen loonsverhoging krijgt, als je met alles op nul blijft staan, ja, dan mag je wel een klein beetje respect verwachten, want het werk is te zwaar. Hoe zou zo'n gebouw als dit eruit zien zonder schoonmaker? Ja, nou, heel erg vies. Er zijn hier veel mensen die werken hier in het gebouw, hoor. Of de acties zin hebben, moet nog blijken. In elk geval zullen ze doorgaan tot de onderhandelingen weer worden hervat.